Welkom beste mensen bij een nieuwe FNP-vlog. De verkiezingen zijn achter de rug en we zijn de allergrootste partij geworden. 8 zitten in de rijen. Op dit stuit gaan we ons akkoord, ons lokale akkoord verboen met de meerskip presenteren. En ik ben heel benieuwd wat onze fractie er eigenlijk van vindt. Wat er eigenlijk in stiert en wat zij grootskop zijn. Morgen. Goeie vlaag. Doe goed. Zie je hè? Top. Coalitieakkoord vind ik de contactwethouders. Dat die werkje van de meerskip en dat ze dat verdelen in het dorp met de stad. En dat elke wethouder werkt van zijn gebied. En daar komt de kracht in. Waardoor de afstand van de burger naar de politiek lietser wordt. Nou, prachtig mooi dat in uw coalitieakkoord geen nieuwe bruggen komen in Dokkum. Bruggen die versmarren gewoon de prachtige balwerken in zijn machtig mooie stadje Dokkum. En ik ben blij en tegen Grutsk dat die er net komen. Femke, hoe koud is het? Zag al. Hey Bert. Ja? Wat is nou het mooiste boppenslagje in het coalitieakkoord? Wijen, naar bouw en bouwen, naar aardskaal en karakter. Van meesten die een binding houden, een sociaal-economische binding, mijn water is Friesland. Gouden. Hey Hanneke, ja? Wat is nou de grootste boppenslag in ons coalitieakkoord? Nou, vanzelf aan Jelle, het oude papier. Woe! Wat is het allermooiste in ons coalitieakkoord, Johan Dirk? Het allermooiste is dat biofiscaat een vanzelfsprekend iets is. Mooi dat wij ondanks de tekorten en bezuinigingen die we weten dat die komen, dat we daar net terug in handel in en dat we nog een akkoord aan hebben, nog steeds uitgingen van de komst en de mogelijkheden.